Yo mensen, leuk dat jullie kijken bij GJ Biljart. Vandaag gaan we een video doen waarin ik de ballen opengooi over het biljart en ga proberen de ballen compact bij elkaar te krijgen, liefst in de serie Merican. Ik laat daarbij mijn gedachtegang horen, zodat we daar hopelijk weer met z'n allen wat van leren. Veel plezier met kijken. Balletjes open. Pak altijd het liefste gele bal om mee te beginnen. Behalve als die echt te makkelijk ligt. Nou, dat is nu niet het geval. Hè? Wit ligt makkelijker dan geel. Maar op zich valt er een redelijke bal. Als ik hem er in één keer optrek van wit naar rood, dan gaat wit niet helemaal in de juiste hoek komen. Dat kan ik deels oplossen door hem rustiger te spelen. Dan komt hij minder hoekig uit de band. Klein beetje rechts ook. Ik denk dat ik hem dan al wel redelijk bij krijg. Op zich goed, compacte situatie gemaakt. Er moet nog wel wat gebeuren. Ja, dun spelen is riskant. Het zou misschien net niet kunnen. Ik ga het wel doen, maar ik speel hem bewust via de band. Wit niet te dik raken. Zodat hij een beetje in de buurt blijft. Zodat ik nu nog van wit kan. Goed. Vier banden bijstoot, klein beetje tegeneffect voel ik. Lekker inzetten. Iets te veel amorti. Daardoor blijf ik achter rood zitten en grote kans dat je ze dan achter elkaar speelt. Nou, heb ik wel vertrouwen op mijn massé. Rood een klein beetje opduwen. Probeer boven wit te blijven. Wit door de hoek spelen. Rood een beetje opduwen, omdat wit niet helemaal anders bij rood komt. Nou, mooie compacte situatie. Ik zal nog eens proberen om er ook serie van te maken. Ligt hij nou op zich goed voor? Ik had verwacht dat ik nog een extra stootje moest maken. Ligt niet helemaal lekker. Ik krijg al moeilijk het gat in die rode bal. Misschien met veel rechts effect. Ik ga het proberen. Er zit weinig risico aan om het te proberen. Voilà, goed gespeeld. Was iets listiger dan het leek. Maar serie. Nummer 2. Het is een beetje vervelend. Dat ik op het moment nog maar één camera heb. Ik probeer dus eigenlijk de situatie naar deze kant te krijgen. Binnenkort heb ik wel meerdere camera's en dan is het aan die kant ook goed te zien. Maar voor vandaag de video nog niet. Tweede situatie. Ligt vrij open. Moeilijkere bal dan net. Ik zit even te kijken of ik van wit de twee banden kan spelen naar rood. En of ik dat wel haal. Of ik niet automatisch aan de onderkant van rood kom. Nou, ik denk dat als ik hem wat inzet, dan gaat dat wel lukken. Moet wel oppassen voor wit, want die gaat ook twee banden lopen. Kort lang en die kan mij wel eens ontmoeten hier. Dus dat is een klosgevaarlijke bal. Daarom speel ik hem wat vlotter, zodat ik hem wat dunner kan spelen. En probeer beide ballen in ieder geval naar de kop van de tafel te krijgen. Goed speelt. Ballen naar beneden gestuurd. Beetje geluk hebben wat er valt. Nou, dat valt een best maakbare bal. Niet helemaal eenvoudig om dit te controleren. Ik kan namelijk niet rollen naar wit. Hè, wat ik daarmee bedoel, is dat als ik geen trekeffect geef, kan ik nooit van rood bij wit komen, zonder dat hij er onderdoor gaat. Dus dat is een, ja, daar moeten we het mee doen. Ik denk dus dat ik rood ga halen. Die moet ik wel ietsje dunner spelen. Om te zorgen dat rood na de korte ook deze korte pakt. Wit gaat wel wat bewegen, maar ja, daar kan ik niet veel aan doen. Probeer natuurlijk wit wat voller te raken, zodat hij eventueel een dubbele klos komt. Nou, is niet gelukt. Het is eigenlijk helemaal opengeknald, maar ja, dat gebeurt. Je probeert wat en het mislukt. Op zich valt het wel goed. 2/3 banden naar wit. En rood komt terug naar beneden. Die gaat niet helemaal verzamelen, maar ik hoop hierna van wit te kunnen. Zodat ik wit eigenlijk een beetje in de hoek laat. En de plaatsing op wit zoek. Rood is iets te hard, loopt wat naar boven. Maakt de verzameling lastig. Even te kijken of ik hier een éénband of een tweeband van maak. Met wit dan. Ik denk een tweeband. De plaatsing op rood is bijna onmogelijk om
om te spelen. Dus wit moet goed zijn. Is te hoog. Nou, je ziet mooi, als ik hem had gemaakt, had ik de ballen goed compact bij elkaar gespeeld. Jammer. Iets te hoog in de bal. Gooi ze weer open. Pakken de gele. Op zich geen moeilijke karambol, maar wel moeilijk om positie te houden. Ga dit proberen rustig bij wit te leggen. Rood niet te ver uit de band te spelen. Zodat ik daarna van wit kan trekken. En hoe dichter rood aan de band ligt, hoe makkelijker het is, hoe grotere aankomst ik heb voor de bal daarna. Deze zou je ook van rood kunnen doen, maar 1, ik wil graag naar deze kant van de tafel. En 2, er zit wel achterlangs gevaar in wit. Dus ik denk dat wit beter is. Ik wil het liefst rood een beetje naar beneden douwen, maar dan wordt het de stoot hierna wel een stoot die ik moeilijk kan voorspellen. Maar op Amorti via de band naar rood en geel of wit 5 of 4 banden sturen, daar ligt hij net iets te recht voor. Maar ik ga het eens doen. Kijken wat er gebeurt. En je ziet dat wit inderdaad niet bij rood komt. Althans, nu wel. Maar rood lag net hier. Ik heb rood toch een beetje opgeduwd, onbedoeld. Maar ik zie nu wel dat als ik dat doe, dat ik ze wel bij elkaar kan krijgen. Ik heb nu dan wel een beetje geluk dat ze niet achter elkaar vallen. Vallen ze wel achter elkaar, ja, dan zou je kunnen zeggen dat het een verkeerde beslissing was. Maar zolang het goed gaat, moeten we daar niet te lang bij stilstaan. Even kijken. Deze stuur ik het liefst 3 banden. Rood, kort, lang, kort. Maar ik wil niet dat ik daar dunner voor moet spelen, zodat ik wit openknal. Ik ga wit zelfs bewust een beetje opduwen hier. Omdat ik voel dat rood niet 3 banden komt. Douw ik wit wat naar beneden en laat ik rood daar een beetje in de buurt komen. Als het goed speelt, kan de bal rollen nu. Ik ga hem proberen te plaatsen op wit. Klein beetje doorstoten. Rood iets te hard gespeeld, maar ik denk dat het nog goed is. Ja, seriebal. Geen makkelijke, maar kantje. En als het niet lukt, heb ik ze nog steeds goed liggen. Nou, je ziet het mooie. Wit loopt in de lijn van de serie. Ik speel hem iets te zacht. Jammer. Heel dunnetjes van wit, want ik wil hierna weer van wit. Hoe dunner ik dat speel, hoe dichter ik bij wit lig. En hoe makkelijker ik deze bal kan houden. Passage stoot met wat links effect. Kans op serie. Ik speel hem weer iets te zacht. Moet ik een beetje op letten. Ik heb een goede lijn op rood. Wit niet. Dus ik haal rood even. Via de band, zodat ik weet dat rood nog de lange band heeft. Heeft hij niet. Hij had de korte, maar het was recht genoeg dat het goed kwam. Weer iets te zacht. Creëer een gaatje. Oppassen dat ik niet het figuur mis hier. Mooi gespeeld. Net een beetje erdoorheen. Wit via 1 band. Rood wat opduwen, zodat wit meer ruimte heeft om in de serie te vallen. Iets harder spelen dan net. Moet voorbij geel lopen. Jammer. Hier was serie. Plaatsen op rood. Wit wat uit de band spelen. Slechte bal. Kom aan de onderkant van rood. Op zich wel een grappig balletje. Kijken of dit lukt. Bijna. Iets meer klos op de gele en ik heb ze goed liggen. Het was meer een probeersel. Die bal eigenlijk nog nooit gespeeld. Via de bandmassé. Boven rood eindigen. Wit een doubletje laten spelen. Goed speelt. Kan serie vallen, maar is niet nodig. Vrije bal. Klein masseetje weg, zodat ik daarna van wit kan. Wit bijspelen. Gewoon een goede rappel. Geen goede rappel. Te veel op de rode bal. Ik blijf zwemmen. Lastige serie dit. Werkt nog niet mijn punten goed af. Ook deze weer net iets te zacht. Kom ik in de problemen.
kan wit wel bijhalen via de band, maar ik ben rechts en daar kan ik moeilijk bij. Ga het eens proberen met links. Niet ontevreden. Vrijbal. Klein massé, of klein piqueetje dat ik aan de rechterkant van wit kom, jullie linkerkant. Rood dun geraakt om de biljaret te vermijden. Klein piqueetje hier. Beetje boven rood trekken, die gele bal. Prima. Doorstoten gaat geen serie pakken, maar eerst compact sluiten. Ertussen liggen. Maakt op zich niet uit. Ik heb vertrouwen in mijn massé. Rustige stoot. En als het goed is, ligt het nu serie. En is het een kwestie van kleine details om het ook visueel te maken. Voilà. Moeizame serie. Maar het is gelukt. Drie keer geprobeerd, twee keer serie. Poging vier. Ja, bijzonder figuur dit. Eigenlijk heb ik maar één oplossing en dat is van rood naar wit. Omdat hij zo dicht aan de band ligt, mijn speelbal, is het lastig om wat, ja, wat andere plannen uit te voeren. Mikpunt is moeilijk te bepalen op geel. Kan rood ook niet echt houden. Ik ga proberen de schade te beperken. Maar ik kan mijn punt er niet voor opofferen. Hopelijk klost het daar ergens. Jammer. Nou, wit ligt een beetje aan een band. Dat is een fijne aankomst. Even te kijken of ik van rood via de korte band naar wit kan. Dat kan sowieso, maar wat gaat rood dan doen? Kan ook snijden van wit en dan naar rood. Ja, snijden, gewoon de één band. Wit achterhouden, plaats op rood. Ga ik wel naar de verkeerde kant. Maar het is wel de oplossing. Ja, goed gespeeld. Ik heb een mooie hoek in rood. Wit in de hoek gehouden. Dit is een verzamelstoot. Wel gevoelig om te hard te spelen. Maar we gaan ons best doen. Beetje rechts onderin. Rustig in de bal zetten. Voilà. Ja, dunnetjes van wit en dan een piqué van wit. En misschien zelfs dan serie. In- en eruitstoot massé kan ik spelen. Is wel listig. Nee, ga ik niet doen. Piqueetje erop, wit langs de situatie laten lopen. Zodat ik ze voor me hou, iets te hard. Jammer. Losband kan. He, mijn keuze om een losband te spelen of een massé is puur van wat wordt het resultaat na die stoot. Als ik losse band speel, kan ik nog wel de één band van rood doen. Dat is oké. Okay. En een massé, ja, dan kan ik eigenlijk ook altijd wel door. Maar ik ga voor de losse band. Kijk, boven wit zou ik daar niet komen. Die illusie had ik ook niet. Maar wel de één band van rood nu. Ik zit even te kijken of ik de losband speel. Daarmee duw ik rood wat omhoog. Heb ik meer opties om te verzamelen daarna. Kom ik wel aan de verkeerde kant. Spelen heel dun. Dan hou ik ook nog wel opening aan de band. Beetje recht op wit, dat is jammer. Maar wit ligt op rood ligt in een mooie verzameling. Wel een moeilijke bal. Niet de karambol, maar wel de verzameling. Voilà. Goed geraakt. Klein masseetje om boven rood te komen. Ballen mooi voor me. Hier kan ik moeilijk bij, dus ik douw gewoon alles naar voren. Plaatsen op rood heeft weinig zin omdat wit aan de band ligt. Maar ik ga het wel doen omdat er geen andere oplossing is.
Ja, seriekansje hier. Rood het hele figuur laten missen. Die loopt langs geel en wit. Wij blijven net iets boven wit. Rood had meer hier moeten liggen. Te zacht ingestoten. Altijd lastig in een piqué-houding. Ik had hem wat meer moeten inzetten. Voorbandje om een hoek te krijgen op wit. Wit bij. Masseetje. Rustig om controle te houden. Wit wat opduwen. Plaats op rood. Eventueel tussendoor. Jazeker. En dan wit halen. Iets te hard. Ik hoop dat hij nog op mijn speelbal komt. Dat komt hij. Klein massé, want ik wil wit een klein beetje opduwen. Zodat ik nu makkelijker rood naast wit kan krijgen. En dat is een hoop ervaring waarin je eigenlijk al het foutje of het probleem kunt voorspellen. En mooi serie, iets verder van de band, maar zeker serie American. 3 van de 4, poging 5. Ja, geen echt lastige bal hè, van geel, dus we pakken de witte. Geel kan ik via de band spelen, heb ik eigenlijk gelijk al de ballen kort. Wit biedt meer problemen. Dus leuker om te spelen. Ja, ik denk dat ik hem via de band ga spelen naar geel. Doorstoten zou kunnen misschien. Ja, kan wel. Net. Het is wel de makkelijkere carambol. Alleen als ik hem hard speel, dan maak ik rood rechter. Dus dan is de kans dat hij de gele wegklost groter. Dus als ik hem doorstoot, moet ik hem rustig spelen. Zodat rood mooi het effect kan krijgen waardoor hij langs geel loopt. Dat is de makkelijkere carambol. Als ik via de band ga, dan kan ik beter verzamelen. Ja, het is meer persoonlijke keuze dit. Ik ga via de band. Het is een leuke bal. Wel moeilijk om qua tempo goed te spelen. Nou, dik tevreden. Ik kan hem nog net aan zijn staartje. Maar dat is genoeg. Lastige bal. Mooie positie aan overgehouden. Ballen voor me. En nu is het de taak om naar de korte band uit te gaan. Maar dat wel te doen zonder dat ik een moeilijke bal hoef te spelen. Ik kan het allemaal opduwen. Maar ja, wat valt er dan? Dat is lastig te voorspellen. Ik ga het wel doen, want zachtjes dun en daarna rood halen over de lengte kan ook. Maar ik denk dat ik dan in een Chinese snoeker noemen we dat. Waarin je er niet bij kan omdat er een bal in de weg ligt. Even kijken. Listig balletje. Ik ga het denk ik gewoon opduwen. Blijf een beetje aan de rechterkant van geel. Het is goed gespeeld, maar ik hou wel opening. Daarom moet ik nu of trekeffect geven of via de band gaan. Nou is dat nu geen ramp, want geel ligt mooi in de lijn. Goed op dikte, zelf via de band. Is er veel rechts? Nee, nog net goed. Prima balletje. Ballen compact, rood iets naar voren duwen, plak aan geel. Zodat ik nu boven de rooie kan komen. Klein masseetje om dat nog extra te doen. Ja, trekstootje of piqué om rood bij te spelen. Ik kies piqué. Dan kan ik rood net wat makkelijker houden qua tempo. Kijken of dit serie valt. Zou kunnen, veel links effect, goed op dikte. Goed knijpen in de achterhand. Daardoor stuur je rood nog meer weg. Voilà. Leuk balletje, technisch balletje. Ik kan er wel een keer een video over maken. Nou, de video af te sluiten. Nog even een hoekje pakken. Jullie kunnen het moeilijk zien, denk ik. Maar er staat een grote hoek op. Probeer ze eigenlijk een beetje recht achter elkaar te leggen. Zodat ik nu geel wat kan opduwen. En de plaatsing op rood kan vinden. Rood door de hoek. Niet goed, niet goed. Te veel effect gegeven. Rood had hier moeten eindigen. Kijken of ik dat nog kan herstellen. Ben er bang voor. Losse band. Iets dikker op geel laten vallen. Plak aan rood. Vast. Moet ik eigenlijk opzetten. Omdat grote hoek vast is opzetten.
Maar in de video niet. Dan gaan we gewoon een kopstootje doen. Geen serie meer, maar kijken of we ze nog in de serie kunnen herstellen. Probeer eigenlijk recht op geel te komen hier. Zodat ik die nu kan halen. Ik licht er net iets uit, dus ik moet rechts geven. Ik ben benieuwd hoe dat ontwikkelt. Achter elkaar, maar het is niet aan de band, dus dat hou je een makkelijker massé over. Op een of andere manier leek dat nog in de serie te vallen, maar... Voilà. Mooie piqué. Goed effect gegeven in die piqué. En waardoor geel in het gat rolde. Dat ging wel vrij snel. Ik had ook niet verwacht dat ik op die manier de serie zou pakken, maar... Weer wat geleerd, ook voor mij. Dit was de video. Het ging niet zo makkelijk als de keren daarvoor. Dat is een goed teken. Hè, dat zet mezelf ook aan het denken. En maakt het een betere training. In principe. Ik hoop dat jullie er weer wat van geleerd hebben. Laat zeker een like achter als je de video leuk vond. Dat helpt mijn kanaal enorm. Abonneer ook als je dat niet hebt gedaan. Zit ook een belletje onder de video. Als je dat belletje aanklikt, word je op de hoogte gehouden van elke nieuwe video die ik upload. Klik daar ook zeker op. Laat een reactie achter. Altijd leuk om te lezen. En dan zou ik zeggen, mensen, bedankt voor het kijken. Veel bejaardplezier. Fijne dagen alvast. Tot de volgende keer. Later.